Snoke wordt straks de echte enemy. Ja. En Kylo die wordt verliefd op Rey. Ja. En dan is dat weer incest. Net ja. als in de originele trilogie. Oh jeez. Ja, dat gaat er gebeuren. Bij een nieuwe Wookie Leaks en deze keer is Bella heet de gast. Hoi Bella! Hallo! Ik ben zo blij dat je er bent om meerdere redenen. Natuurlijk zeker vanwege het feit dat je Star Wars bent, maar je bent de eerste dame. Ja, waarom is dat? Je ne sais quoi. Hoe kan dit? Je ne sais quoi. Ja. Dus ik ben echt, ik vind het heel tof dat je er bent. Vertel wat over jezelf, want ik weet toevallig wat je allemaal doet. Ja. Je bent een manager van alles. Ja, dat klopt ja. Ik ben in eerste instantie muzikant. Ja. Natuurlijk. Tears and Marble. Tears and Marble heb ik plug in die handel. Ja, Tears of Marble. Die een awesome cover heeft gemaakt. TearsofMarble.nl. Precies. TearsofMarble.com. Een awesome cover hebben gemaakt van Tearsofmarble.org. Hathaway's What is Love. Ja, ook ik ja. hoop dat Hathaway ondertussen antwoord op die vraag heeft gekregen. Nee, ja, dat weet ik niet. Ik worstel zelf daar ook nog steeds wel mee hoor. Ik zing hem vaak live. Ja. En dan toch elke keer weer dat ik denk... Ja, wat is het nou eigenlijk? Ik snap liefde. Het. We gaan het zo hebben over jouw liefde voor Star Wars. We ja. trappen eerst even af met wat nieuwtjes. En het zijn eigenlijk allemaal clipjes. Die zijn opgedoken op het internet. So good to have you back. Er is onder andere een nieuwe behind the scenes clip met een klein stukje conversatie tussen Luke en Rey. We need your help. You think that I came to the most unfindable place in the galaxy for no reason at all? Dus we zien niet veel, maar het begint al een beetje. Weet je, de dialoog tussen Luke en Rey begint nu te komen. Het was ook vrij logisch, hè? Want zij zegt van, oh, je moet ons helpen. Er gaat natuurlijk iets gebeuren en zij moet op ja. een gegeven moment van dat rotseiland af. Ja. Ze gaat daar niet blijven, nee. de komende film. En hij zegt dan, ja, denk je dat het voor niks is dat ik hier zit? En, op de meest onbereikbare plek in het universum, ja. Maar het is logisch dat Luke, daar is daar wat gebeurd. Ja, dus die wil gewoon echt niet gevonden worden. Die schaamt zich misschien? Nou, ja. Zwaar conflict. Ik denk niet dat hij bang is. Dat hoor ik wel dan nu veel. Ik heb veel gelezen. Ja, nee, Luke is, het is geen bange man, Luke Skywalker. Nee, maar in een ander trailertje zei hij wel zoiets van... Ik had toen bang moeten zijn, maar was ik ja, het ja, niet, ja. maar nu wel. I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. In Mexico hebben ze klaarblijkelijk al 10 minuten van de film kunnen zien. Daar is een soort van verslag van gemaakt. De link staat hieronder in de tekst. Ik heb het niet aangeklikt. Ik zit niet te wachten op 10 minuten uitgeschreven spoilers over een film die ik nog moet zien. En al helemaal niet Star Wars. Wat vind jij er zo van? Vermijd je trailers of heb je zoiets aan? Nee, ik heb het wel allemaal gezien. Ja? Ja. Ik ben ook veel te nieuwsgierig gewoon. Ik wil gewoon echt heel graag weten wat er gebeurt. Dus ik ben ook zo een die dan allemaal theorieën verzint en dan leest van anderen. En dan, maar ja. Uiteindelijk weet je het natuurlijk toch niet wat er gaat gebeuren. Ik zou het dus wel willen weten. Maar zou jij serieus naar zo'n event gaan en dan gewoon echt op je dode gemak die eerste 10 minuten van een film die je hoog hebt zitten, waar je naar uitkijkt. Ja, juist toch? En dan kappen ze hem af. Ja, juist. Je wilt toch weten wat er gebeurt? Ik zou dat niet kunnen handelen, joh. Ja, wel. Ik zou dat ook wel aankunnen, joh. Even die eerste 10 minuten. Lekker. En dan hebben we nog een laatste tv-spotje waarbij we Chewie een pork zien mappen. Nou. Dat was het eigenlijk ook wel zo'n beetje in die tv-spot. Nou, oké, tot zover het nieuws. Nogmaals, ik vind het heel tof dat je hier bent. Ik wil van alles en nog wat weten over je wat betreft Star Wars. Was je al vanaf jongs af aan fan of is dat pas later gekomen? Ik denk dat ik in jou 5 was toen ik voor het eerst Star Wars zag. En het heeft zoveel indruk gemaakt. Ja. Ik heb ook sowieso de eerste trilogie gewoon echt vaak gezien. Je bent begonnen ook met de trilogie. Ja, want ik weet nog dat ik... Toen gingen we nog naar de videotheek. Ja. En dat die trilogie die stond daar. En ook best wel die jongen die daar achter de balie werkte. Dat was ook gewoon een goede nerd. En die had gewoon de Star Wars films van een mooie prominente plek gegeven in de videotheek. Ja, dus, bij ons ook. Ik zag dat staan. Ik was 5 jaar oud. En was van, nou, dit ziet er gewoon wel best wel gaaf uit. Dit gaan we gewoon even checken. Als ik dan bijvoorbeeld, als ik ziek was. Ja. Dan was het enige wat hielp. Ja. Gewoon Star Wars. Ik kan daarin mee. Achter elkaar. Ja. Ik zie die films ook niet als aparte films. Omdat die trilogie heb ik alleen maar in één stuk. Nooit echt zo apart of zo. Alles in één stuk zo bam. En dan nog een keer, nog een keer, nog een keer. Ja. Echt. Mijn eerste spreekwoord ging over Star Wars. Waar ging het precies? Gewoon alleen de film of had je nog een specifiek onderwerp? Nee, ja, het ging gewoon over het verhaal. Okay. Het duurde heel lang.
Wat zal de juf of meester dat leuk gevonden meester hebben? Meester Erik! Na een uur zei hij, ja Bella, hou maar op, het is wel oké, je krijgt een 9. Oh nice, Ja, maar dat is dan wel balen, want dan zit je er lekker in en dan moet je stoppen. Ja, precies, ja, flauw. Dan komen de prequels uit. Wat was jouw reactie als hardcore trilogie-kijkster op die prequels dan? Nou, ik was best wel klein natuurlijk, hè. Ik ben niet zo oud. Nee. Dus toen de eerste uitkwam, was ik 9 of 10, zoiets. Ja, ja. Dus ik vond dat gewoon heel gaaf. Want ik was zelf nog een kind. Ik kan er nu niet echt meer naar kijken, moet ik zeggen. Want het zijn gewoon, gewoon kutfilms. Best wel. Het is gewoon kut. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating. And it gets everywhere. Maar goed. Lucas wordt eruit gemikt. Die gaat geen film meer regisseren. Nee. Kondigen ze The Force Awakens aan. Ja. Met de prequels nog in het achterhoofd. Maakte je zorgen dat ze alsnog weer gewoon een beetje... Heel erg. Ja? Ik dacht echt van, dit wordt zo kut. Ja. Maar toch gegaan natuurlijk. En ik vond sowieso naast de eerste trilogie dan... Ponkt gewoon de beste Star Wars film... Dus sinds de jaren 80. Ja. Echt supergoed. Ik was echt heel blij. Oké. Ja, maar J.J. Abrams ook natuurlijk. Ja, dat was... Daar hak ook wel meer vertrouwen in. I felt that it was really important we make it as physical and real as possible. So that when you're watching the movie, you just know it's real. Toen kregen we natuurlijk een spin-off. En we spraken ook elkaar net al eventjes. Spin-offs is niet je ding, hè? Nee, ik hou daar niet van. Nee. Maar waarom niet? Vond je Rogue One echt gewoon een slechte film? Of voelt het ik gewoon als een soort van... Ik heb hem na een kwartier afgezet. Wauw. Wauw. Nee, ik kan het niet. Het is, weet je, Star Wars is gewoon het epische verhaal over de familie Skywalker. En daar gaat het gewoon over. Ja. En we gaan niet dan opeens naar een soort van... Oh, maar er zijn ook wat rebellen op een andere planeet. En hoe zou het met hun gaan? I don't give a fuck hoe het met hun gaat. Okay. Boeien. Nee. Nee, ik ben gewoon... Ik vind het gewoon... Ben ik gewoon op tegen. Wauw! Maar als je dan zo gefocust bent op dat het een Skywalker verhaal moet zijn. Ja. En dan hebben we The Force Awakens, waarbij we pas eigenlijk halverwege de film sowieso te weten krijgen dat Kylo de zoon van Han en Leia is. Mm-hmm. Luke op het einde nog even dit shot heeft. Die is zo best even doen. Dat is mooi. Ja, ik heb alleen wel twee echte handen. Deze doe ik dan wel weg zo. Ja, prima. Dat. Waarom heb je dan minder moeite met The Force Awakens, terwijl het eigenlijk gewoon de Skywalker bloedlijn vooralsnog op een heel laag pitje staat? Ja, maar het is wel zo dat de hele nieuwe film is natuurlijk opgebouwd uit oude characters. Ja. Dus het komt wel een soort van, het is waar dat natuurlijk Luke komt pas helemaal aan het eind terug. Ja. Nou, dat vond ik persoonlijk, was het ultieme hoogtepunt van heel die film. Ik heb toen echt staan klappen in de bioscoop. Woehoe! Ja? Cool. Ja, maar je hebt natuurlijk, door heel die film heb je steeds momentjes dat oude characters terugkomen. Ja. Het begint volgens mij met de Millennium Falcon die dan soort achter een doek zo... Ja. Millennium Falcon! Ja, let's... Ja, toch? Ja. En dan langzaam dat die film vordert, dan komt Han Solo, komt dan weer even zo in beeld en die doet dan weer mee. Komt er steeds meer van die oude trilogie soort in beeld. En waarschijnlijk vond ik het daarom zo leuk, omdat ik gewoon elke 10 minuten, oh yes, hij is terug, zij is terug, oh vet leuk. Maar dat, ik voel hem, ik snap je volkomen. Ik voel hem wel. Ik vind het gewoon stom. Ik vind het ook voelen als dat een Han Solo, als dat apart genomen wordt, vind ik dan nog anders dan wanneer er een Rogue One opeens allemaal Rebels waar we naar gaan kijken. Rot op met die Rebels. Ik hoef dat niet te zien. Maar je wilde je niet weten waarom de plannen. Maar wilde je niet weten waarom de plannen van de plannen voor de Death Star vandaan kwamen? Nee. Boeien. Ja, nee. Ik hou er niet van, spin-offs. Oké, we zorgen ervoor dat de juiste mensen dit te zien krijgen. Dan, ja, precies. Stop hiermee. Ja. Stop de spin-off. You do not wish to have a pissed off Bella, volgens mij. Nou, dat valt ook best wel mee, hoor. Be careful not to choke on your aspirations, director. Ik vraag natuurlijk altijd gasten of ze iets mee willen nemen. Iets wat, van Star Wars wat ze thuis hebben staan. Ik heb veel toffe dingen voorbij zien komen. Zoals bijvoorbeeld, je hebt deze bende meegenomen. Ja. Waarom heb je een bende? Ja, dat kwam ik tegen ook echt best wel lang geleden op een tweedehands marktje. Ja, Han Solo, hè. Dat is mijn favoriete personage. Ja?
Ja. Waarom? Zeker omdat ik gewoon heel erg verliefd op hem was vroeger. Dat snap ik. Gewoon de knapste man van Star Wars. Ja, ik ben toch een meisje, hè, uiteindelijk. Nou, ik had ook wel een beetje een man-crush op Han Solo. Mm-hmm. Ja. / Indiana Jones. Ja, precies, ja. Daar was ik nog verliefder op hem, want hij had een toffe hoed. Ja. Altijd een hoed. Ja, maar hier heeft hij een hele toffe riem. En dat hesje. En een tof gun. Ook. Ook nog eens. En een vet schip. Ja. En ook nog eens een bandem. Heb je wat met een bandem sowieso? Nee, niet per se. Ik zag dit gewoon. En als ik op een tweedehands markt loop en zo'n figuurtje liggen, dan neem ik het wel mee. Ja. Gewoon leuk, toch? En die bandems zijn geen reet waard. Maar het is wel, ja. Het zijn leuke mannen. Als je dat voor een paar euro kan kopen, dan hang ik het wel op thuis. Ja, zonder enige twijfel. Ja. Heb je nog wat anders meegenomen? En wat mij betreft is het echt by far het schattigste Star Wars dingetje wat ik ooit voorbij heb zien komen tijdens de Wookiee Leaks. Je kan hier dus je gekookte ei in doen en dan een eitje uit eten. Ik vind hem echt super tof. Ja, hij is super leuk, toch? Ja, en als ik geen eieren hieruit eet, dat doe ik ook eigenlijk nooit. Hij staat gewoon bij mij op een plankje thuis. En ik kijk er af en toe naar. Ja, volkomen terecht. Maar ja. Het is ook nog eens een R2. Heb ik meteen een gewetensvraag voor je. Wie is er schattiger, R2 of BB-8? Ja, R2 natuurlijk. Wauw, waarom? Natuurlijk, ja. Oh, BB-8 is gewoon nieuw. En we weten nog niet helemaal wat we van hem vinden, weet je. Ik weet niet of het een onzijdig waarschijnlijk. We weten nog niet helemaal wat we van hem vinden. Star Wars is gender neutral. Ja, nee, het is gewoon een bal met een ding erop. Ja. Ja, ik ben wel fan van BB-8, maar echt lang niet zo veel van BB-8 als van R2-D2 natuurlijk. Oh. Dat is toch normaal? I don't know, ik heb een keer stel... Nou, allemaal hele rare dingen aan het zeggen. Nee, zeker niet, want ik heb er talloze discussies ondertussen al over gehad. En ik persoonlijk vind het gewoon knap dat ze het voor elkaar hebben gekregen om een nog schattiger robot te maken dan R2. Maar er komt ook, R2 heeft een hele uitgesproken persoonlijkheid en BB-8 is nog echt een beetje een kleuter. Ja, en R2 is ook soms best wel koppig. Ja. Ja, dat dus is ook gewoon vet. Hey, ik vond het echt super tof dat je er was. Ik ben ook blij dat je Iredob D2 hebt meegenomen. Ja. En je solo bandem. Ik wil heel graag weten wat je van de film vond. Ja, we gaan bellen, hè, als we hem hebben gezien. Beloofd. Spannend! Bijna! Zie ik je dan over een half jaar weer als de solo film uitkomt? Je zal al moeten. Bij deze. Cool. Tot zover en we sluiten natuurlijk weer af met een leuke gag en dit keer is het de Santa Vader.